De nieuwe tarieven voor energie gaan per 1 juni 2023 omhoog. Deze datum is in regeringsraadvergadering van afgelopen woensdag vastgesteld. De laatste verhogingen waren in 2022 in twee fasen. Het eerste deel van 15% ging in op 1 juni 2022 en het resterende deel van 10% zou per 1 september 2022 moeten ingaan. De regering heeft het besluit voor de aanpassing van de elektriciteitstarieven genomen op basis van aanbevelingen gedaan door de EBS-tarievencommissie. Deze werd vorig jaar in het leven geroepen na protesten uit de samenleving. De commissie heeft zich gebogen over de totstandkoming van de kostprijs en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. De aanbeveling voor aanpassing van de tarieven is overgenomen met uitzondering van het commissievoorstel om een bepaald deel van de subsidie binnen een periode van 12 maanden af te bouwen. In de opbouw van de kostprijs zijn namelijk de koersontwikkelingen, olieprijs, belangrijke aspecten. Afgesproken is dit om de 3 maanden te doen.